Nou, jongens, weet je wat ik vandaag heb meegemaakt? Ik heb echt heel erg last van mijn arm. Weet jullie dat? Ik ben lek geprikt. Oké. Ik ging naar een vaccinatie. Ha! Ja. En nu? Ja, nu doet het pijn. Nee, hoe was jullie dag? Ik ben een soort van ziek thuisgebleven. Oh. Ja, dat is ook een leuke dag. Heb je het molvirus? Ja, ik denk het wel. Nee, gewoon, ik was zo kapot na de finale, dat ik zondag ook me echt vreselijk heb gevoeld. En ik werd vanochtend wakker. Ik dacht, ik kom mijn bed niet uit. Dus ik ben gewoon lekker thuis gebleven. Zo dan. En Arjan, heb je nog steeds last van je stem? Ja, ik heb alleen maar TNO niet gedronken, maar verder heb ik lekker gewerkt. Een heerlijke dag gehad. Kom maar op. En Dinant? Vertel eens over je jurk. Ik heb heel veel jurk gehoord vandaag. Maar dat is een ander land. Dus ik heb voor de rest een prima dag gehad. Mooi. Hé, jongens. Voor de kijkers. Hij is gerepareerd. Hé, dat is toch top, hè? De microfoon is gewoon weer gerepareerd. Ik ben echt trots. Ik ben trots op mezelf. Welkom in ProCast. De Mol podcast van De Mol Pro. Ik bespreek alle afleveringen van de Belgische buren met Dinant van het Instagram-account WDM 2023 Hints op Instagram. Ja. Kim van het kanaal Kim Coré en Arjan van De Mol België 2023 op Instagram. En toen dacht iedereen, hij heette toch Mollejagers? Nee, ja, ik vind het wel jammer. Mollejagers vind ik wel een leukere naam. Ja, maar ik kom mijn account niet meer op. Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Heeft Daniel die gehackt? Nee, ik ben echt mijn wachtwoord kwijt. Ik weet het echt niet meer, jongens. Maar je kunt toch ook ergens in Instagram codes zoeken, zodat je er op een ander ding weer in kan? Nee, echt niet. Ik heb alles geprobeerd en elke keer loop ik tegen datzelfde gedonder aan. Dus ik denk, ja, dan maar een verwijzing zetten in mijn nieuwe account. Ja. Nou, en dat ik van Mollejagers laagstreepje 2022 ben. Dus ik denk, ja, nou, dan maar naar mijn naam zo veranderen. Is het ja, ook goed. Ik heb daar ook best wel last van, met al die wachtwoorden. Voor YouTube, voor Insta, voor Spotify, podcast, voor dit, voor dat, voor zus. Al die wachtwoorden. En Daniel weet ze allemaal, zegt hij altijd in zijn boek. Ja. Wat maar ik baal wel. Bij België blijven, hè? Ja, België. Arjan zei wat. Ja, ik baal wel dat die account niet meer goed is. Want daar had ik natuurlijk vorig jaar wel even die klappen van een hint op gevonden. Met de fluit in naar Uma. En daar zit ik ook op. Of ik dat had gevonden. Want ik deel weer op wieisdemol.be forum. Deel ik onder de naam Arjan.Damien. Maar dat is mijn eigen naam. Met mijn zoonnaam. Ja. Nou, ik twijfelde ze dat ik van Mollejagers afkwam. Of ik dat account wel beheerde. Maar ja, dat account is dus van mij. Alleen dus nu is het De Mol België 2023. Ach ja. Lekker hints op blijven delen, of course. Zo is het. De kandidaten zijn bekendgemaakt. Nee joh, echt. De kandidaten zijn bekendgemaakt. Niet alle. Nee, ja, maar dat is een spoiler, hè. Dit is weer een spoiler, die net. Ja, we moesten beginnen bij nummer 1. Lieselot, 32 jaar en is slager. Dan hebben we Lancelot, is 27 en is een vastgoedmakelaar. Dan hebben we Corny, 58, is docent. Onze mama. Dan hebben we... Wat? Onze mama van de groep. Dat denk ik ook inderdaad. Dan hebben we Thomas, die is 42 en leerkracht. Dan hebben we Leila, 34, antropoloog. Dat is toch met planten, of niet? Geen idee. Met dieren. Ja, ik denk planten. Ja. Dan hebben we Toos, 28 en is schijnwerker. Let op. Ik vind het zo'n grappige naam, Toos. Net zoals Jens, die was ook schijnwerker. Dan hebben we Comfort, 32 jaar en is gynaecoloog. Dan hebben we Ruben en die is 22 en is patissier, chocola. Lekker eten. Precies. Heerlijk. Dan hebben we Samia, 26, is advocaat. Vroege leeftijd om advocaat te zijn trouwens. Dan hebben we 9 kandidaten gehad. En nummer 10 is een groot vraagteken. Ja. Ik wil wel echt weten wat dat is.
En dan gaan we nu even voor de kijkers, voor de kijkers en de luisteraars, gaan we heel eventjes het trailertje horen van de Mol België die bekend is gemaakt tijdens Café de Mol. Maar. Je hebt alle selecties doorlopen. We hebben al 9 kandidaten. Jij bent onze 10e kandidaat. Lopen, lopen! En ik heb al een eerste opdracht voor jou. Dit hebben we echt nog nooit gedaan. Zie je het zitten? Nou, het trailertje belooft natuurlijk best veel. Er is een geheime kandidaat, oud-kandidaat. Er zijn heel veel geruchten rond. Dinant, wat denk jij? Ik heb zelf ook wat gelezen dat hij zelf de eerste opdrachten misschien mee kan kijken of kan beïnvloeden, maar zelf niet in die opdracht zit. Vanaf een andere kant die opdracht kan beïnvloeden dus. Ja. De eerste 1-2 opdrachten. Zodat hij misschien nog in België zit of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Hebben Arjan en Kim er nog iets aan toe te voegen? Het is gewoon Jens. Nu al? Nee, de vraagteken, dat is gewoon Jens. Ja. Ja, ik vind het gewoon leuk als Jens weer terugkomt. Ik vind het gewoon zo geweldig dat er zo erg dingen doordacht is. Ook met die koekoeksklok vorig jaar en dat soort dingetjes. Of het kan een bekende, een BV'er zijn. Dat zou ook wel leuk zijn. Of iemand die in Amerika woont, in Arizona woont, maar geboren is in België, maar verhuisd is naar Amerika en dus zo op een of andere manier die persoon hebben opgespoord en dat die dus al vanuit Amerika meteen meedoet. Dan kan je natuurlijk ook geen mollicitatie in België hebben. Slim. Ja. Dit is wel even een opmerking wat nog niet echt voorbij is gekomen. Nee, daarom. Ik dacht er gisteren ook meteen aan. Ik dacht, maar dat zou op zich ook wel kunnen. Want ja. Weet je, niet iedereen blijft altijd gewoon in zijn geboorteland wonen. Het zou best kunnen dat je gaat verhuizen ergens naartoe. Dus ik zou het heel erg grappig vinden als dat dan zou zijn. Ja. Er zijn ook nog geruchten over een bepaalde tweeling, bijvoorbeeld. Dat er een tweeling in het spel zit. Het zou wel minder leuk zijn dan mijn denk idee, het. Denk ik. Ja, ik denk het zelf ook eigenlijk niet. Dat is lastig organiseren. Ik zag op Facebook ook nog even dingen voorbij komen bij onder andere mollengroep van Mark Denijs? Zoiets? Denijsje. Die had het over dat de scène uit de trailer komt uit een film of zo. Wanneer we die deur open gaat, zeg maar. Dat we dan vanuit de woestijn, dat we een soort kamer ingezogen worden. Dat is blijkbaar een scène uit een film. En er waren een paar geruchten over dat dan, weet ik veel, de leidraad bijvoorbeeld zou zijn van dit seizoen. Ik zoek hem heel eventjes op. Zou wel grappig zijn. Ja. Maar ik zou het ook wel grappig vinden om gewoon weer normaal het Belgische Mol. Want het gaat, ik denk wat ze zeggen natuurlijk, dit hebben we nog nooit gedaan. Ik denk dat dit vooral gaat over die vraagtekenkandidaat. Ja. Wat posten zij veel tijdens de dingen? Hier. Arjan, heb jij nog wat te zeggen trouwens? Hier, ja, ik heb hem. Voordat Arjan heel erg wat zegt, sorry Arjan. Tessa de Schoenmaker, die heeft in die mollengroep gepost. Waar Gilles zit met de 10e kandidaat, lijkt op de Red Room van Twin Peaks. Hebben jullie die film gezien? Nee. Ik ook niet. Daar zit een personage dat The Arm noemt. Die acteur heeft al zijn zinnen achter zijn voren ingesproken. En dat spelen ze dan op de correcte manier af, waardoor hij zeer vreemd lijkt te spreken. Ja. Dit seizoen letten op omgekeerde woorden. Op zich? Zou wel een leuke verborgen hint zijn. Interessant. Ja. Arjan, heb jij nog wat te zeggen? Ja, het is nog nooit gebeurd dat er 6 vrouwen of 6 vrouwen hier meedoen en 4 mannen. Dus. Zou het heel simpel zijn? En dat de mol gewoon, de kandidaat die daar zit, een vrouw is? Dat zou is ook gewoon een hele simpele, logische. Maar ik denk dat het een twist is die wij niet zien aankomen. Ja. Dat iemand wel een beetje goed zit. Dat de mol invloed gaat hebben op
of in ieder geval die kandidaat, of mol, schuine streep, dat weten we niet, dat die invloed gaat hebben op het spel. Want ja, dat zagen we toch wel, dat die opdracht in één keer heel fanatiek begon. Het ging heel snel. Dus het zou makkelijk kunnen dat daar iets mee gaat gebeuren. Of dat er een wissel komt, dat er de kandidaten nog helemaal niet bekend zijn. En dan denk ik heel even aan het seizoen met Lennart. Ja. Daar moeten ze ook vechten voor een plekje. Ja. Dus het kan zijn dat daar iets mee is gedaan, alleen nog beter over na is gedacht. Ja. Dus dat het nog dieper gaat. En of dat een spektakel is. Of dat een kandidaat met een kandidaat verwisselt of zo. Ook, ja. Meter kandidaat. Ja. Hier staat... Of ze doen een beetje à la Verraders en ze laten wel zien wie dit jaar de mol is. Nou, ik denk... Nee, dat haalt... Ik denk niet dat ze dat zou kunnen gaan doen, maar het is wel een optie die je in gedachten kunnen houden. Ja, maar ik denk dat ze die dat ze dat niet doen. Er staan wel hele pijlen op die shirt, hè? En dat zijn... Ja. Die pijlen staan op een manier dat ze een draaiende cirkel maken. En dat ziet er voor mij uit dat het gaat wisselen. Dus dat er nog andere groep kandidaten is en die moeten hun spel gaan terugwinnen. En ik denk dat ze allemaal in opdracht 1 komen. En we zien maar één iemand daar in beeld die er nog bij komt. Dat is het vraagteken. Maar het vraagteken staat denk ik op het laatst na die 9 kandidaten. Dat heel de groep nog kan wisselen. Ja. Dat de rollen nog kunnen veranderen, bedoel je? Ja, dat er nog totaal andere kandidaten zijn. Dus misschien zelfs wel zo erg dat de mol helemaal voorbereid is. Dat de rest van de kandidaten niet voorbereid zijn. Dat de mol ineens toch kandidaat wordt. En de kandidaat wordt een mol of zo. Ja, of alle kandidaten zijn gewoon nog niet zeker, ongeacht dat ze denken dat ze nu al meedoen. En ja, dat... maar dat hebben we natuurlijk al gehad. Ja, dat ze niet nog een keer doen. Nee, maar dat was er maar eentje die de gerecht had om mee te kunnen doen. Nu staat geen pijlen erop. En nu kan het wel eens zo zijn dat dadelijk gewoon wel wordt gestart met echt heel veel mensen. Ja. Dus weet je het niet. Het is nog nooit gebeurd, hè, Kim? Stuk of 50. Nou ja, ze hebben al een seizoen gehad waarin er dus een... De groep bekend was, er is nu ook grotendeels van de groep bekend, op één iemand na dus. En dat er dan toch nog iemand kon verschoven worden of iemand er toch uitgespeeld worden, Rip Jens. Maar ik denk niet dat ze nog een zo'n actie doen, aangezien ze het 2 jaar geleden ook al hebben gedaan. Dus het is echt iets die dat vraagteken is gewoon een kandidaat of mol, maar er gaat nog iets speciaals mee gebeuren. Ik denk dat dat het al is en dat er niet zo heel veel meer qua... Kijk, rollen switchen tussen de kandidaten en mol. Dus dat je eerst hoort, je bent mol, en dan tijdens de eerste aflevering, oké, maar nu ben je geen mol meer. Dat zou op zich wel iets grappigs zijn, maar ik denk niet dat ze de hele groep of alle kandidaten weer gaan veranderen, aangezien ze dat dus al soort van hebben gedaan. Ja, ik heb nog een comment. Vertel. Twin Peaks, nou ja, twin zegt het al, tweeling. Even over die tweeling verder. Een tweeling waarvan één iemand buiten de schermen helpt en ze soms wisselen zonder dat iemand het doorheeft. Dus dat ze de ene dezelfde persoon zijn, alleen dat ze dan af en toe wisselen tijdens opdrachten door. Maar dan heb je nog steeds 9 kandidaten in een seizoen, een soort van. Ja, maar ja, weet je, dat is de Mol België. Die fixen dat wel op een of andere manier. Ja. Misschien komt hij na aflevering 2 er ook wel bij. Je weet het niet. Het is een goede comment, vond ik dat. Oh ja, dat is meteen helemaal stil nadat ik zijn idee legde. We gaan het zien zondag. We gaan het zien zondag. Dat is een twist op de bank en dat dit totaal niet van tevoren bedacht kan worden. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat er wel weer iets heel speciaals is wat gewoon niet te raden valt, weet je. De Mol België verzint dat elk seizoen. Ja, iedereen heeft hele mooie theorieën en daar komt er helemaal niks van. Hier. Ik wil alleen zeggen, ik vind die pijlen verdacht. Iets in mijn hoofd zegt dat er iets met die pijlen gaat gebeuren. Ja, maar wat ik zelf, om heel even eerst daarover verder te gaan. We gaan later even verder over de pijlen. We kregen in Café de Mol, kregen we al die personen te zien met hun namen, comfort, combi, Frans, aardrijkskunde, weet je dat. De enige naam die letterlijk in dat rijtje genoemd is comfort. Dat is de enige naam die daar staat, zeg maar. Dus bij die kleuren. Je hebt daar rood, oranje, volgens mij. Blauw. En voor de rest staat er combi, Frans, aardrijkskunde, wiskunde, gerecht, dessert, lot 1, lot 2, vraagteken. Alleen comfort staat er als naam echt goed in. Ja, ik denk dat het wel lekker in het lijstje past.
Ja, en nog iets over comfort, als we dan toch bezig zijn. Zij is de enige die haar hand heeft met haar hoed vast, zeg maar. En dat kan een beetje lijken op een soort L-vorm. Ja, misschien is het ver gezocht, je weet het nooit. Maar die L-vorm kan staan voor leugenaar. Maar in Tommel België is nooit ver gezocht. Nee, klopt, daarom. Dit kan zoiets zijn, hoor. Zij is de enige die de hoed zo vast heeft. Ik ga gewoon nu al beginnen met de verborgen hint. We hadden nog... Nog geen aflevering gehad. Nee, klopt. Ja. Klopt. Er hebben nooit hints in de voorstelvideo's gezeten. Ik weet niet of jullie het weten. Ja. Hey, nog iets. Ja, ik blijf doorgraven met al die dingen. Sorry hoor. Dit was een hele verbazende reactie. Ik heb even een helder moment of zo vandaag. Ik weet ik merk niet. Het. Dat vraagteken zou ook nog lot 3 kunnen zijn. Ja, nog even. Dan heb je dus 3. Een feitje, hè? Lot 1, 2 en dan het vraagteken. Ja. Ja, dan heb je lot 3 bijvoorbeeld. De derde kandidaat die lot heet of zo. Nog een goede comment. Ja, sorry. Ik ben een beetje van het woord, jongens. Of een familielid van een kandidaat. Beetje zoals vorig jaar in het aquapark, maar dan een samenwerking. Bijvoorbeeld een broer of zus die de schaduwmol is. Ja, maar het was hetzelfde als vorig jaar, dus dan is het niet klopt. Iets wat we nog niet hebben meegemaakt. Klopt. Ja. Dat lettertype viel op, zeggen mensen. Yeah. Ja. Ja, hij staat schuin, maar dat is volgens mij gewoon het lettertype. Wat ja, kan je er... Misschien moet je erom lachen. Ja, wat kan je ermee? Ja, saas. Kun je ervan maken, maar daar kan je niet zoveel mee. Niet een anagram of zo of niet? Nee, maar valt jullie niet iets op aan die kleuren? Want, ja, wat kan je met die kleuren? Niks. Nee, Blijf. Niet veel. Zwartig. En wit. Arjan, de pijlen. Vind ik nu een goeie. Er staan dus pijlen op de kleding van de kandidaten. Ja. Wat kunnen we ermee? Ja, wat kunnen we ermee? Ik denk dat er iets met die vraagteken in combinatie met die pijlen is. En dat is mijn vermoeden. En wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik denk dat Dinant daar een beetje gelijk heeft. Dat er misschien nog wel eens invloed kan zijn. Ja, en dat er bepaalde kandidaten misschien nog wel eens kunnen gaan wisselen. Ja. Maar ik weet het niet. Er is nog nooit acht kandidaten gewisseld. Behalve één kandidaat. Maar het kan makkelijk zijn dat er meerdere kandidaten wisselen. Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon een dingetje design is. Design, ja. Kan een kandidaat zien. En dat vind ik wel het mooie. We zien maar één kandidaat zitten. Je denkt dan heel snel. Die vraagteken is één kandidaat. Maar het kan ook gewoon dat er nog meerdere kandidaten achter vandaan komen. En dat je maar één kandidaat daar ziet zitten met de voeten. Maar dat er achter... Of dat er een stuk of 50 man daarachter zit. Op een rijtje. Nee, dat niet. Je kunt nou niet kraken. Ja, het kan 9 kandidaten of 10 kandidaten kunnen gewoon nog, of 11 kandidaten kunnen daar gewoon nog staan. Ja. Zou een leuke toevoeging zijn. Je kunt 20 kandidaten selecteren, waarom niet? Ja. Dat je gewoon een seizoen krijgt. Ik zou het wel een beetje gestolen vinden van 2 jaar geleden. Maar dat is mijn mening. Ja. Nee, beter uitwerken niet. Kijk, nu, wat ik het verschil zie, is dat er toen maar 1 kandidaat in de auto terecht komt. Kijk, nu staan er bij meerdere kandidaten pijlen erop. Toen moesten ze alleen maar vechten voor 1 plek. Letterlijk allemaal, hè? Ze hebben letterlijk allemaal die pijlen erop. Ja, maar... daarom... Allemaal. Ik zat ook nog even iets. Ja. En wat nou... Dus misschien gaat heel ingewikkeld klikken, denk ik. Dat je een soort 2 seizoenen in 1 hebt. Dus je hebt 1 groep en je hebt een andere groep. Die hebben allebei een mol. Zeg maar een soort van Lennart. Alleen dan spelen ze allebei, de groepen spelen aflevering 1... En dan moeten ze iets doen of zo, waardoor er gewisseld wordt van kandidaten door elkaar heen. Juist. En dat je dan dat er dan steeds mensen afvallen of zo, en dat ze dan weer samenkomen. Ik weet niet hoe je dit vormgeeft allemaal, maar... Ja. Nou leg je het goed uit wat ik een beetje aan zit te denken in mijn hoofd. Dat is wel een vette. Dat is wel vet. Ze zien wat we nog nooit hebben gezien. En dat het switcht van de ene kant naar de andere kant. Dus de ene groep zit een opdracht te spelen, die andere groep zit een opdracht te spelen. Dan gaat het tegen elkaar op en dan komt daar de beste komen daaruit. Het kan zijn dat het zo gaat gebeuren of dat het, wat jij zegt, het seizoen gaat doortrekken. En dat we elke keer 2 afvallers krijgen. Ik weet het niet, hè? Maar we hebben het nog nooit gezien. Dus klopt. We moeten ons voorbereiden op een twist die wij echt niet van tevoren kunnen bedenken zomaar.
Nee. En daarom denk ik ook dat alles wat wij nu vertellen, het waarschijnlijk ook niet gaat zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Niet oké, maar het zou goed zijn. Kijk, het laatste idee vind ik het leukste. En wat Dina net zei, ja. Dat idee vind ik ook een hele goeie. Want daar zat ik zelf ook een beetje aan te denken. Maar het is zoiets. Het is zoiets. Ja, ja, ja. En nog even terugkomen op Ins. Ja, ja. Ik denk dat je niet op Ins moet focussen in de video's die je nu ziet. Nee. Dat is nog nooit in de mol. Oké, het is nog nooit gezien. Klopt. Het is nog nooit gebeurd dat er in de voorstelvideo's Ins zitten. Klopt. Nee, maar vaak zijn dat ook de momenten waarin de kandidaten nog niet weten of ze wel of niet de mol zijn. Dus je kan er ook niet echt een hint in verwerken. Nee. Ja. Volgens mij in het seizoen met seizoen 7 was het volgens mij met Elisabeth als mol. Toen in dat eerste filmpje waar ze waren alle namen van die kandidaten erin verwerkt. En die van Elisabeth in morsecode, dacht ik. Ja. In Breien. Het thema is een beetje cowboy-achtig, zo te zien. Ja. Country, hè? Volgens mij, country. Hoort dat ook een beetje bij het land? Ja, Arizona is een, nou ja, land. Is toch een gedeelte? Ja, de staat. De hele tijd zit ik al de hele tijd country-liedjes te delen in mijn story. Er werd een kaartje laten zien in Café de Mol van Arizona en zo. Ik krijg wel allemaal gekke dingen in mijn hoofd. Hè. Als ik dat zie, dan denk ik, weet ik veel, misschien starten de kandidaten wel allemaal... Ik hoor mezelf. Misschien starten de kandidaten allemaal wel op verschillende plekken in Amerika. Een beetje zoals Wie is de Mol Nederland, als ze dat een beetje overnemen. Een beetje dat en dat... België dan... zou niet stelen of... ideeën nadoen van Nederland, denk ik. Daar zijn ze veel te creatief voor. Eerder andersom. Ik hoop het niet, inderdaad. Het zou iets leuks kunnen zijn dat er iets in die kaart zit wat dan niet klopt of zo. Zoiets. Ik zet hem even in de... Hoe heet het? In de chat. Waar is de chat? Dat je zo snel mogelijk op een plek moet komen of zo. Ja, bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk echt alles verzinnen wat je wil verzinnen. Nou ja. Wat ook nog opviel is dat bij Lieselot, even over de pijlen, dat Lieselot zeg maar de armen een beetje zo doet. Als je op, dus ik doe zeg maar mijn handen nu een beetje op mijn schouders. Een beetje in, hoe heet zoiets? In zo, hoe heet dit? Mijn handen over elkaar, armen over elkaar. Ja, je handen over elkaar, ja. En daar zijn de pijlen bij haar niet te zien. Die heeft Arjan gevonden, toch? Ja, klopt. Arjan gevonden. Hier deze. Ja. Ja. En bij Thomas ook maar voor een klein beetje. Oh ja. Wat mij nog meer opvalt, is dat sommige kandidaten andere kleding aan hebben dan anderen. Ja, en de knopen. Sommige kandidaten hebben, hoe heet het, een beetje een zwart overalletje aan. Of ja, gewoon iets. En sommige, en dan hebben de anderen een beetje grijzig-blauwig-achtig. Ik weet niet welke kleur het is. Zoals Leila. Er zit bijvoorbeeld heel veel verschil tussen Leila en Corny. Dat bedoel ik bijvoorbeeld. En ja, en Thomas en Toos. En qua cowboyhoeden... Ik denk dat er een hint dus daar ergens in zit. Misschien zijn het teams of van elkaar, want de cowboyhoeden zijn ook allemaal verschillend. Met dezelfde kandidaten die kleding ook aan hebben. Valt me nu op. Vind ik eigenlijk best wel interessant. Kijk eens naar de knopen op de mouwen. Zijn die ook anders? Nee, volgens mij zijn die van de vrouwen zijn allemaal hetzelfde en die van de mannen zijn allemaal hetzelfde. Ja, heel apart. Alleen Nee, ho. Cowboyhoeden niet. Samia heeft een beetje een witte cowboyhoed. En dan heb je Ruben, die heeft een zwarte. En dan heb je Comfort, heeft ook een zwarte. Toos heeft een witte. Leila heeft een witte. Thomas heeft een zwarte. Corny heeft vijf zwarte en vier grijze. Ja, dat. Ja, het lijkt dus een groep, hè? Ja, er moet bij de grijze nog eentje bij. Ja, dat zouden best wel teams kunnen zijn wat Tim inderdaad heeft. Iets van teams of... Die hoeden kunnen wat betekenen. Ik denk zelf dat die pijlen en de kleuren van de bloesjes... dat het gewoon allemaal puur design is. Want het moet natuurlijk een beetje mooi en... Logisch. Maar toch. We gaan even verder. We hebben de... Nou ja, het land Arizona. Wat verwachten we daar een beetje van? Dinant? Wat verwachten we daar een beetje van? Oh, ja, wat verwacht ik van? Ik verwacht wel dat ze ook veel met het land zelf gaan doen. Zoals, maar dat doen ze elk jaar wel natuurlijk. Ja. Dat heb je dan in Wie is de Mol in de Nederlandse versie, heb je dat wat minder, vind ik. Ja.
Ik heb ook nog een hint. Oh ja, dat had ik nog even in mijn hoofd. Toen wij het hadden over die interviews, zeg maar een beetje. In Café de Mol zie je natuurlijk hele andere interviews. Dat zijn denk ik de interviews waarin de mol al bekend is. En dan heb je op de site heb je nog interviews staan. Of bedoel ik het nu andersom? Ik bedoel het andersom. Op de site heb je interviews staan, dan weten ze denk ik al wie de mol is. En dan heb je nu interviews in Café de Mol. En dan weten ze nog niet wie de mol is, lijkt mij. Dat het dan de mollicitatie is. En dan op de site de interviews. Dat denk ik ook. Dus in Café de Mol weten ze al wel wie het is en op de site nog niet. Dat zeg je. Andersom. Video's dan. Oké. Okay. Dus op de site weten ze het wel en Café de Mol niet. Ja, want op de site stellen ze zich een beetje voor van wat ze doen en zo. En volgens mij hebben ze in Café de Mol krijgen ze bijvoorbeeld vragen van wil je de mol zijn of niet. Of heb ik dit fout? Ja, Café de Mol vond ik ook wel meer persoonlijke vragen. Want iemand ging ook vertellen over hoe hij aan zijn vriendin of zo kwam. Ja, ja. En dat lijkt mij meer een mollicitatie. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik moest even erover nadenken. Want ik snapte hem eerst niet. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Mollevi. Die viel ook nog op. Mollevi. Ja, Mollevi. Hoe kan dat nou? Mollevi. Bij Lancelot in zijn interview staat als enige het glas water aan de linkerkant van de tafel. Misschien is hij als enige anders als moe. Of dat is op zich een leuke theorie. Maar dat was toch bij de mollicitatie? Bij de mollicitatie, ja. Ja, dan weet ze nog niet wie de mol is. Nee. Het kan ook met links en rechts anders te maken hebben. Ja. Ja, oh ja, dat kan ook nog. Het is gewoon iets wat ik me heel snel bedacht nu, hoor. Even kijken. Ja, nou ja, volgende week, aankomende zondag om 8 uur. Ik dacht eerst 19:55, zoals elk seizoen. Begint het programma op GoPlay, TV, op Play 4, op Discord, op overal. Waar je het ook wil kijken. Ja, dat een beetje, toch? Ik denk het wel, ja. Wat een korte podcast eigenlijk. Nou, maar dat vooral kijken wie nou de kandidaten waren. Ja. Ja, klopt. En als we nou iemand zouden moeten gokken, wie denken jullie dan dat de mol is? Dat is eigenlijk gewoon puur op eerste indruk. Ik weet wel één iemand die ik sowieso niet zou verdenken. En dat zei ik net ook al even voordat we begonnen met de podcast. Ik zou Connie al nu afstrepen, aangezien ze zei dat ze erg last kan hebben van faalangst. Want zij is wiskundedocent en als ze zou hoofdrekenen zou ze daardoor faalangst krijgen. Ja. Nu weet ik dat als je faalangst hebt, dat je ook best wel snel perfectionistisch kan zijn. En we hebben afgelopen jaar natuurlijk gezien dat een perfectionistische mol niet altijd de beste mol is. Dus ik zou haar soort van willen afstrepen, maar ja, ik heb natuurlijk nog geen aflevering gezien, dus ik vind het nog een beetje moeilijk. Ja. En voor Dinant, wie zou jij afstrepen? Poeh, wie zou ik afstrepen? Ja, nog eigenlijk helemaal niemand, want ik denk dat ze allemaal heel goed zouden kunnen zijn. Denk je dat het vraagtekenkandidaat alsnog de mol kan zijn? Ik denk dat het wel kan, maar ik denk niet dat diegene de mol is. Nee. Nou ja, ik zelf Samia vind ik niet heel verdacht. Ik kwam niet heel uitgebreid over in de Café de Mol, vond ik zelf. Maar ja, ik wil ook niemand afstrepen natuurlijk nu al. Arjan, wie vond jij de... Wie streep je al iemand af of niet? Nee, ik streep nog niemand af, maar ik vond Leila wel een beetje dat ze zegt van ik ben iemand die niet nadenkt en mijn mond gewoon open doet. Dat vind ik wel een reden dat iemand de mol niet zomaar is. Ja. Dus dat vind ik wel een situatie dat ik denk, oké, Leila, je staat wel een beetje laag. Wie ik zelf als hoofdverdachte heb is Thomas, Comfort en Toos. Ja. En Leila is een beetje open boek. Ja, hij lijkt mij niet echt een kandidaat om de mol te kunnen zijn dat de makers daarvoor gaan. Nee. En dan zegt er eentje hier ook, en dat is Comfort, daarom twijfel ik daar ook een beetje over. Die zegt weer, ik lijk een beetje een flap uit. Dus die zegt eigenlijk een beetje hetzelfde als Leila. Ja.
wat ik heel erg verdacht vind, is bij Ruben. Dat Ruben eigenlijk in zijn... Hij krijgt een vraag gesteld waarom hij geen mol is, maar eigenlijk gewoon aangeeft dat wat hij is als hij de mol is. Dan denk ik, hè? Dat vond ik bedacht. En over die ene vraag, want volgens mij hebben we dat nog niet besproken. Er was toch één vraag in die interviews die niet bij een paar kandidaten te horen was of zo? Ja, ik ben alleen maar tot de helft gekomen nog. En toen werd ik een beetje afgeleid. Maar bij Lieselotte en bij Koos wordt niet gevraagd of ze een goede mol zijn. En bij de andere kandidaten wordt dat weer wel gevraagd. Dus ja, wat zit erachter? Dus dan kunnen ze eigenlijk zeggen of ze zijn een hele goede mol. Misschien hebben ze de overtuiging wel echt dat ik ben een hele goede mol en je moet me kiezen en zo. Of het kan zijn van ja, je kan maar beter geen mol maken. Ja, het zou kunnen. Ja. En Toos vind ik wel verdacht. Gewoon omdat hij scouts ervaring heeft. Hij houdt van spelletjes in spelletjes. Hij is echt een spelletjesman. Ja. Van avontuur. Zegt dat hij zijn aflevering per aflevering gaat kijken hoe ver hij gaat komen. Maar natuurlijk is zijn doel de finale halen. Maar hij kijkt het per aflevering. Dat vind ik wel weer zo'n tactische speler die ver kan gaan komen. Wel. Of een hele tactische mol kan zijn. Ja. Jeetje jongens. Weer een moeilijk seizoen gaat het worden ook. We hebben nog helemaal niks gezien. Oh, je dat in die afbeelding van het vraagteken? Volgens mij, als je daar heel goed in kijkt, zie je er een soort, ja, wat lijkt het? Een soort Mario. Een Mario-achtig vraagteken, ja. Een soort Mario-vraagteken. Gewoon Mario doet mee aan het seizoen. En hij is niet heel duidelijk te zien. Misschien gewoon een Italiaan. Daniel gaat meedoen. Dit keer wel als mol. En dan is hij de mol. Ja, dit keer wel als mol. Het zou leuk zijn. Aankomende zondag dus om 8 uur op Play 4 op GoPlay. Voor de Nederlanders nog even een korte uitleg. Mocht je de mol live willen zien, dan ga je naar goplay.be, dacht ik. Dan maak je een account aan en dan doe je als postcode bijvoorbeeld een postcode van Antwerpen. Lijkt mij het meest logische, een postcode van Antwerpen. Dan kan je de mol kijken. Andere programma's kan je daarnaast niet kijken natuurlijk, want je bent niet uit België. Je IP-adres wordt een soort van gescand. Alleen met VPN kan je alles kijken. Dus waarschijnlijk kan je Café de Mol ook niet meer kijken dit seizoen voor de rest. Mocht je het niet live willen zien en een dag daarna het via NPO Start willen zien, dat kan dan ook. Maandagavond om 8 uur volgens mij. NPO. Komt hij op NPO, dan is hij een week is die geldig op NPO Start. En na die week komt hij op NPO Plus te staan en dat is dan wel weer betaald. En dan is hij een jaar te bekijken, dus ongeveer tot volgend de Mol seizoen. Ja. Of je hebt een beetje zin in het seizoen. Wie heeft er zin in het seizoen? Ik vraag of jullie er een beetje zin in hebben. Zeker. En gewoon even een tweede kans voor dit jaar om nu wel de goede mol te kiezen. Ja. Nou, dan was dit het ook wel weer voor deze ProCast België, denk ik. Of hebben jullie nog iets van toevoegingen? Nee, ik denk dat we alles besproken hebben. Dat denk ik ook. Ja, hebben we al besproken wie jullie mol is? Nee. Die van Arjan weet ik al. Dat waren Toos... Ja. Die gynaecoloog en... Als een comfort. Daar zet ik een beetje mijn pijl op. Ja. Maar het kan ook gewoon een oudere dame zijn. Lieselotte of Kim afstreept. Ik weet even de naam niet meer. Connie. Ja. Ze houden nogal bij de Mol België van oudere mollen soms. Ja, een soort René. Ja, ze kijken daar... ze kunnen daar alle kanten op. Dus je weet het niet. Ik vind dat lastig in de eerste paar afleveringen te zeggen. Is het ook. Ik weet wel dat ik de hints altijd leuk vind. Er zitten er altijd maar 5 in. Maar meestal vind ik ze wel. Ja. En dat maakt de Mol België ook wel iets. Maakt het tof. Met de hints kun je meestal ook al de helft wegstrepen. Ja, klopt. Ja. Dinant. Ze houden daar ook van... Oh, sorry hoor, Dinant, dat ik je heel even nog. Ze houden daar ook van mannen- en vrouwengroepen. Dus van die hints. Dus wat naar een geslacht toe wijst. Oh ja. Dus dat is de eerste paar afleveringen een beetje opletten. En de 301 komt ook wel eens voor in België. Dus die is al voorgekomen. Dus ze zijn wel creatief. Dus ik verwacht dat ze nou wel weer iets anders bedenken. Maar meestal toch wel dat je al een heel grote groep kan afstrepen.
dat komt ieder jaar wel een beetje terug. Nou ja, ja, ik hoop dat het dit jaar ook weer een beetje gaat gebeuren. Denk het wel. Ja. Of dat die hoeden, dat daar al iets in zit, toch, Tim? Ja, ja, die hoeden, die verschillende kleuren. Ja, hou dat vast. Want dat zijn wel van die dingen, net als in het kraamveld met het vrouwen- en mannenteken. Dat konden we ook al toen met de afstrepen. Echt? En op de hoeden trouwens, dat staat... Ja. Bij die donkere hoeden staan er wel mollogs op, maar bij die lichte hoeden niet. Oh ja. Ja. Nou ja, we gaan het allemaal zien, denk ik, in aflevering 1. Er zit wat in, denk ik. Ja, 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 ja. Iets van teams of iets van gewoon onderscheiding van elkaar of zo, zoiets. Lienand, wie is jouw schot voor de boegmol? Ik gok op Comfort. Comfort. Alleen Comfort? Ja, nee, dat is gewoon eentje die direct ook dacht, die moet ik in de gaten gaan houden. Gewoon meteen zo overenthousiast. Gewoon ineens zo anders, hoed anders, alles een beetje anders. Nee, dat niet, maar dat, ik weet niet. Het, ja, gewoon het gevoel of zo. Ja, ja, ja. En Kim? Ik durf eigenlijk nog geen namen te zeggen, want ik moet dus de mollicitaties dus nog een beetje gaan kijken. Maar ik zou het ook heel gaaf vinden als het vraagteken gewoon de mol is. Ja, 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 ja. Toch die speciale rol een beetje. Ja. Nou ja. Wij gaan het dus allemaal zien zondagavond om 8 uur. Of maandagavond om 8 uur. Daarnaast kun je ook Hints en Theorie video's bekijken van onder andere Kim, toch? Zeker. Precies, op Kim Corée. En van mij natuurlijk op Tim uitgeteken. En natuurlijk vooral ook de Hints blijven volgen op Instagram, de Mol België 2023 van Arjan. Dienand, ga jij ook nog iets posten dit seizoen? Nou, daar zie ik nog een beetje over te twijfelen, maar er is wel af en toe komt er wel post online. Nou, dan gaat Dienand soms ook nog even iets posten. Ja? Ja? Niet alleen de Hints, bij mij komen ook nog de oud-kandidaten voorbij. Ik oud-kandidaten live en dan kan je in dat, ik kondig het van tevoren aan met wie ik live ga in die week, kan je je vragen stellen die je aan die kandidaat hebt en we gaan met hen de aflevering over spreken en hun overdachten navragen wie hun verdenken. Ja. Om de volgers een beetje op het juiste spoor te zetten. Wat oud-kandidaten denken en oud-mol. Ja, 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 ja. Het klinkt allemaal best wel vet, Arjan, dat je dat doet. Het wordt in ieder geval een vet seizoen, toch? Kunnen we het allemaal wel over eens zijn? Ja. Yes. En de Mol België is elk jaar gewoon een niveau omhoog. Ja, 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 ja. Nou, nou ja. Dit was het dan weer voor vandaag, deze week. Ja, volg deze podcast natuurlijk voor meer podcasten over de Mol België. En dan zien we jullie natuurlijk volgende week weer. Zien we jullie alle drie ook volgende week weer? Ja. Ik ga even kijken, want misschien moet ik mijn eigen video opnemen. We gaan het allemaal zien in de volgende aflevering van Procast België. Yes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wat zeggen we dan, Arjan? Houdoe. Nee. Later. Laters.